klein stukje gefreesd worden en dan is het ballenland klaar en dan moet het nog geploegd worden. Maar deze frees is niet van onszelf, deze is van een boer die voor ons heeft bemest. Die van ons is eigenlijk twee keer zo klein als deze en hij wil het bemesten graag af hebben. We waren nog niet zo ver, dus met deze ging het wat sneller. Maar bouwland is dus bemest, ongeveer 40 kuub per hectare. En er lag nog ergens een bultje op het land, zei mijn vader, dus die moet nog even wegfrezen. En dan kunnen we het gaan ploegen en dan kan de mais erin. Oude ploeg voor van vorig jaar en hier gaan we dan ook dit jaar weer beginnen met ploegen en we hebben een rondgaande ploeg en dan ja, dat betekent eigenlijk dat je twee ploegvoren hebt, want je gaat dan steeds rondjes rijden over de kophakkers heen en dan begin je elke keer waar je vorig jaar eigenlijk bent gestopt. Hier is zo'n beeld waar ik het over had. Het lijkt niet heel erg veel, maar als je dit gaat omploegen, dan, ja, dan krijg je niet zo'n mooi sidebed voor de mais. En daar zo ligt ook een groot hoop, dan heeft hij hier heel wat meegenomen. En dat komt dan omdat de groenbemester te lang was. Hier was hij dan nog niet goed gevreesd en dan, ja, zo lang was hij. Goed, en dat was het eigenlijk wel. Alles is zo'n beetje gevreesd, dus kunnen we hem binnenkort weer een keer terugbrengen. Maar we gaan hem wel netjes terugbrengen, dus ik ga hem eerst nog even schoonmaken. De zon gaat onder, dus dat betekent dat ik de koeien, de laatste koeien, zo meteen hier uit de land ga halen. Volgende week gaat het waarschijnlijk veel regenen, dus dan is het niet zo mooi weer om naar buiten te gaan, dus dan kunnen de koeien wel binnen blijven. En dan heeft het gras meer tijd om te groeien, want ze hebben het al aardig kaal kunnen vreten. Kom maar.